Voor het vlaggetje van de slinger begin je met een extra stukje draad voor straks het kraaltje eraan. Dan is het handig als je iets langer draad hebt om hem eraan te knopen. Je start met de eerste lus. Je haaknaald erdoor. Ik heb haaknaald nummer 4. En met de eerste lus haak je 4 lossen. 1, 2, 3. De eerste 3, of de laatste 3 lossen zijn je eerste stokje. Dus je slaat om en in je eerste lossen haak je 1 stokje. Omslaan, doorhalen, heb je 3 lussen. Een keer doorhalen, heb je 2 lussen. En de laatste 2 in 1 keer doorhalen. Nu heb je de eerste 2 stokjes van je slinger gehaakt. Bij elke rij begin je met 3 lossen. Dus dat doe je elke keer. Dan draai je haaknaald, haakwerk om. En in het eerste stokje haak je nog een stokje. Dus je bent nu eigenlijk aan het meerderen. En in de 3 lossen haak je ook nog 2 stokjes. Totdat je 4 stokjes hebt. Je hebt nu eigenlijk 2 gemeerderd aan allebei de kanten. Dus van 2 ga je naar 4 stokjes. Nu start je weer met 1, 2, 3 lossen. Draai je haakwerk om. In de eerste maak je je eerste stokje, zodat je gelijk eentje weer meerdert. Dit doe je dus steeds. Je meerdert aan de eerste en aan het eind. Dus nu haak je weer gewoon in elk stokje haak je een stokje. Nu heb ik er 1, 2, 3, 4. De laatste moet ik nog hierin doen. Dus 5. En hier doe ik nog een extra in, want ik haak aan het begin en aan het eind haak ik een extra stokje. Dus nu heb ik van 2 naar 4 naar 6. Nu ga ik naar 8. Dus 3 lossen. Ik draai mijn haakwerk om. De eerste maak ik gelijk een meerdering. Dus nu heb ik er 2. Dan haak ik nog weer gewoon in ieder stokje een stokje. 6, 7. Dus bij de laatste moet ik er nog eentje extra, want ik ga naar 8. Dus van 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3 lossen. Je keert het werk. In de eerste gelijk een dubbeling. Mijn vijfde, omslaan, insteken, doorhalen naar 3, doorhalen naar 2, doorhalen naar 1. En in de laatste doe ik er 2. Dit is 1 en nog 1, dus nu moet ik er in totaal 2, 4, 6, 8, 10 hebben. 6, 7, 8, 9, 10 stokjes. Zo doe je dat tot de 8e rij. Dus je hebt nu 1, 2, 3, 4, 5 rijen. Dus je gaat door tot de 8e rij. Dus de 6e heb je er 12, de 7e heb je er 14 en de 8e rij heb je er 16 stokjes. Ik heb nu 8 rijen gemaakt, van 2 naar 4, naar 6, naar 8, naar 10, naar 12, naar 14, naar 16 stokjes. Bij deze rij gaan we gewoon verder met het meerderen. Dus je gaat dus nu van 16 naar 18 en je haakt eerst 7 stokjes. 4, 5, 6, 7. Dan maak ik 1, 2, 3, 4 lossen. Sla ik ook 4 stokjes over. Dus 1, 2, 3, 4. Dan sla ik om en maak ik hier een stokje. En dan haak ik er ook hier 7.
2, 3, 4, 5, 6 en ik meerder er nog eentje, dus is het 7. Dit is mijn 9e toer met 18 steken. De 10e toer gaan we weer 7 stokjes haken. Dus de eerste 3 lossen is het eerste stokje. Dan meerder ik gelijk de tweede. 2, 4, 6. Nog eentje. Dit is nummer 7. Nu haak ik 1, 2, 3 lossen. En in het midden van deze 4 lossen van de vorige toer haak ik een vaste. Dus omslaan en meteen doorhalen. Nu haak ik weer 1, 2, 3 lossen. Dus je krijgt een soort strikjes idee. Sla om. De eerste sla ik over. En dan in de tweede stokje haak ik nu in totaal weer 7 stokjes. Zorg dat het wel symmetrisch is. Omdat het middenstukje niet scheef komt te zitten. Dit is nummer 5. En het laatste is nummer 6. En ik meerder er eentje aan het eind. Dat is nummer 7. De volgende is 3 lossen. Dan haken we er 9 stokjes achter elkaar. Dus bij deze is het dan wel goed even tellen. Als je gelijk gemeerderd hebt, is 2, 5, 6, 7, 8. En in de eerste losse maak ik nog een stokje. Dus in de eerste van de losse van de 3 losse van de onderste rij haak ik nog een stokje. En dan haak ik 1, 2, 3, 4 losse. In de laatste losse van de vorige rij haak ik nog een stokje. Want ook aan deze kant moet ik weer 9 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ik meerder er eentje. Dan heb ik er 9. Nu is eigenlijk het motiefje klaar. Dus als je hem zo bekijkt, dan zie je dat hier dus de 4 lossen zitten. En die zitten hier ook. En in het midden heb je een soort strikje gemaakt. We gaan nu de 12e en de 13e rij gewoon weer helemaal stokjes haken. 1, 2, 3, maar gewoon weer meerdere aan iedere kant. En de 4 lossen die je net hebt gehaakt in de vorige rij, daar haak je gewoon stokjes overheen. Dus op ieder stokje een stokje. En op iedere losse een stokje. En dan kom je, als het goed is, op 24 stokjes. Dus 1. Dit is 2. Dit is 3. En dit is 4. En dan ga je gewoon weer verder. 20, 22, 24 stokjes. En de laatste maak ik er 26, dus weer 2 meerdere
aan het begin en aan het eind. En dan heb ik 26 stokjes. En dan is mijn eerste vlaggetje klaar. Gehaakt. Zo haak ik er 9. Ik heb gekozen voor 3 kleuren. Maar je kan natuurlijk alle kleuren pakken die je leuk vindt. Je kan ervoor kiezen om de vlaggetjes om te haken. Met vaste. Zelfs met een andere kleur. Dat heb ik niet gedaan. Vind ik zelf niet zo nodig. Omdat ik het kraaltje eraan maak. Nou, het laatste extra meer stokje. En zo heb ik er 26 gehaakt. En is mijn eerste vlaggetje klaar. Kijk, straks dan ga ik ze nog een beetje netjes uitvouwen, neerleggen. Zodat hij niet trekt. En als die hangt, is het sowieso leuk. Knip het draadje af en dan laat ik nog even zien hoe ik het kraaltje eraan heb gemaakt. Deze gebruik ik ook. Dus de eerste draad waar je mee begon, gebruik ik ook om het kraaltje, om de kraal vast te zetten. Dus je haalt de draad door je grotere naald en kraal er doorheen. En dan haal je je draad eruit. Dan de losse draadjes. Weer even naaldje erin, naald, de naald erin. Je haalt de naald er zo doorheen. Laat een stukje hangen. Je zet er zo een beetje zo eromheen en weer terug. Door de kraal. En dan heb je er nog eentje. Die haal je ook naald door de kraal. Dan zet je je naald even een beetje de gaar een beetje hier aan vast en doe je hem weer door de kraal heen. Heb je nu eigenlijk een soort 5 draadjes hangen. Nou, ze zijn natuurlijk niet heel erg netjes zo. Maar goed, die ga je nu... De kraal zit eraan. De draden met elkaar knoop, maak je een knoop. Dus het is wel fijn als ze wat langer zijn. Want anders dan zit je heel erg te priegelen. Dus je knoopt de draadjes... Mijn vinger zit vast. Die haal je er zo doorheen. Je trekt de knoop een beetje netjes aan. Duwt hem zo aan. Dus nu zit de knoop, de kraal echt vast met de knoop. Dan kan die ook niet los. En je kiest de lengte uit die je ongeveer aan je franje wil hebben. Dus zo maak je de knoop of de kraal aan je slinger, zodat hij een beetje ook zwaarder is, ook grappiger effect heeft. Je kan natuurlijk allerlei dingen hier aan knopen als je wil. Je hoeft natuurlijk helemaal niet, dus je kan hem ook gewoon het draadje afwerken en dan zonder kraal doen. En dan maak je de 9 en aan het eind... Maak je allemaal vaste met een andere kleur vast. De tussenstukjes heb ik 20 losse gedaan. De tweede toer daar vaste overheen. En aan het begin en het eindstuk heb ik 100 losse gedaan. Zodat je een grote slinger hebt om op te hangen. En het feestje kan beginnen. Veel succes!